Hey, hallo, hallo. Welkom in mijn kantoor. Achter mij zie je mijn kaartenrek. En deze had ik eerst in mijn kamer bij mijn ouders hangen. Hierin doe ik alle kaartjes die ik altijd van lezers en kijkers krijg opgestuurd. Dat is altijd super leuk om te lezen en om te krijgen en om op te hangen ook. Die had ik dus eerst in mijn kamer hangen. En nu heb ik hem in mijn kantoor. En het was nu een beetje wel zoveel en ook veel kerstkaarten en zo, dat ik het tijd vind worden om het te gaan uitzoeken en de leukste kaartjes erin te zetten en de andere kaartjes op te bergen. Ik moet nog even kijken of ik die ergens in een doosje of zo doe of dat ik die ga inplakken in een boekje. Maar ik ga in elk geval deze kaartjes eruit halen en de allermooiste teksten of plaatjes of zoiets, die ga ik er dan inzetten. En wanneer er dan weer nieuwe kaartjes komen, dan zet ik die er weer bij en dan wisselt het een beetje af. Dus zo gaan we het aanpakken. En het ziet er sowieso wel super leuk uit zoals achtergrond, of niet? Ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben heel blij dat ik deze nu in mijn kantoor heb. Dus laten we beginnen met het leeghalen van het rek. Dus tijd om de kaartjes uit te zoeken. Ik heb verschillende groepen zeg maar gemaakt. Eentje met kaartjes van mijn opa en oma. Die sturen ongeveer elke week een super lief kaartje. Heel lief, maar die zaten er dus ook bij en die hou ik altijd apart. Dus één stapeltje met kaartjes van mijn opa en oma. Eén stapeltje met kerstkaarten, die bewaar ik. En dan kan ik ze bijvoorbeeld volgend jaar weer gebruiken als decoratie. En een stapeltje met kaartjes die ik misschien weer in mijn rekje wil doen. En een stapeltje met kaartjes waar ik wel heel erg blij mee ben. En die ik ook zeker ga bewaren, maar die ik die ik gewoon ga opbergen in een doosje en er later weer bij kan pakken om ze terug te lezen. Ik heb deze kaarten ook vrijwel allemaal weer teruggelezen en het zijn zo lieve kaartjes, echt. Ja, mijn lezers en kijkers schrijven zulke lieve dingen naar mij en het is heel bijzonder om post te ontvangen van mensen die eigenlijk helemaal niet echt kennen en die ik niet ken, maar die toch best wel veel van mij weten, want ik stel mezelf best wel kwetsbaar op. Als je alleen mijn YouTube video's bekijkt, dan zie je dat misschien niet, maar op mijn blog vertel ik best wel heel persoonlijke dingen en dan is het eigenlijk wel heel erg mooi wanneer mensen een heel persoonlijk en lief verhaal naar je schrijven. En verder kwam ik ook natuurlijk heel veel kaartjes tegen van toen het uitging met mijn vriend. En dat is alweer een hele tijd geleden. Ik geloof dat dat in september was. Toen heb ik echt zoveel lieve kaartjes gekregen. Echt, dat heeft me toen zo goed gedaan. Dat heeft me op een of andere manier ook op de been gehouden. Ik weet niet, op een of andere manier kon ik me daaraan vasthouden en dacht ik van al deze mensen die vinden mij... Al deze mensen vinden mij de moeite waard om mij een kaartje te sturen om op te vrolijken. En dat deed me wel heel erg goed en daardoor voelde ik me ook weer beter en minder onzeker over mezelf. Zit ik alweer te janken in de video. Gelukkig zien jullie het deze keer niet. Mijn kaartjes zijn echt heel bijzonder geweest voor mij. En voor iedereen die een kaartje heeft gestuurd, je hebt echt een verschil gemaakt. Dankjewel.
Maar goed, zo heb ik dus alle kaartjes uitgezocht. En de meest bijzondere en de meest passende kaartjes voor in mijn rek, die heb ik in mijn rek gedaan. Hier kan je hem zien. En er zitten ook kaartjes tussen die ik bijvoorbeeld gehad heb van mensen die ik ken en die op die manier bijzonder waren. Maar ook kaartjes die ik gewoon heel erg mooi vond en die ik heel mooi vind staan in de kamer. Het is echt een rek geworden waar ik persoonlijk heel erg blij van word als ik er naar kijk. De overige kaartjes heb ik in een oude glossy box gedaan. En ja, dan kan ik ze af en toe eens teruglezen. Dus dat was de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je je nou afvragen van, goh Lisanne, hoe kom je aan die post? Heb je je adres online staan of zo? Ik heb een postbusadres. En mocht je nou naar deze video denken, goh, ik zou ook misschien ooit een keer een kaartje willen sturen. Ik zal het adres even in de beschrijving zetten. Dan heb je dat. En hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!